Mijn naam is Cemal Özdemir, ik ben 27 jaar oud. Ik werk in Rotterdam, baasteam Delfshaven en ik ben daar de jeugdagent. Ik ben zelf opgegroeid in Rotterdam-Zuid. En dit was een van mijn hangplekken. Hier stond ik altijd. De reden waarom we altijd hier onder de brug stonden is omdat het lekker droog is. Met veel verschillende jongeren uit Rotterdam-Zuid kwamen wij hier samen. Lekker gezellig eten en drinken. Dus ik hoorde eigenlijk ook bij een van de jongens die altijd rondhing op straat. Maar dat is ook de reden waarom ik goed kan levelen met de jongens van Delfshaven op dit moment. Ik snap waarom zij buiten zijn. Ik snap waarom zij onder een brug staan te roken. Omdat er een bepaalde schaamtecultuur is. En ik hoorde daar ook bij. Dus ik snap waarom jullie op straat hangen. In Delfshaven ben ik de jeugdagent. En dat houdt in dat ik een van de aanspreekpunten ben daar voor de jongeren. Ik kom regelmatig op de pleintjes waar de jongeren zich bevinden. En dan maak ik contact met hun. We hebben gewoon goede gesprekken onderling. En als ze mijn hulp nodig hebben, dan weten ze me wel te vinden. Dus ze kunnen mij appen. Ze sturen mij ook wel eens berichtjes op Instagram of op TikTok. Nou, als ze ergens ondersteuning bij nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan school of het vinden van een baantje, relatieproblemen. En dat vind ik leuk om te doen. Daarnaast ben ik een van de aanspreekpunten op het politiebureau. Wat betreft jeugdgerelateerde zaken. Dus als we een misdrijf hebben, dan komt de recherche bij mij op de lijn. Van hey Jamal, ken jij misschien deze jongen die heeft dit en dit gedaan? En de collega wil hem niet per se een geldboete opleggen. En dan vraagt hij aan mij van hey, hoe kan ik deze jongen doorverwijzen naar HALT? Of naar Pakje Kans? Dit is het plein waar ik vaak kom. Hier komen jongeren vaak samen, worden diverse activiteiten georganiseerd. Door bijvoorbeeld het jongerenwerk. En daar neem ik dan af en toe aan deel. Voor ons als politie is het belangrijk dat wij goed en nauw samenwerken met onze partners. En een van onze partners is van het jongerenwerk JOZ. En vandaag ben ik met Quinten. En Quinten gaat jullie vertellen hoe wij als partners samenwerken. Ja, in principe wat wij doen vanuit JOZ is eigenlijk ja, werken met jongeren. We hadden tussen de leeftijd 12 tot met 25. En wat ons samenwerken ja, belangrijk maakt met de politie is zeg maar van wij zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid. En een stukje preventie en ook een stukje inlichting over bepaalde dingen die spelen op de straat. Geweld, drugs en andere dingen. Wij kunnen ook doorkrijgen van de politie. Bijvoorbeeld er is een jongen die is kwetsbaar. Kunnen jullie eens gaan kijken of bepaalde hotspots. Zijn heel veel dingen bezig. Gaan met de jongen in gesprek. En dat is een beetje onze taak om te gaan achterhalen van oké, weet je. Waardoor doen jongeren bepaalde gedrag en waar hebben ze dingen bij nodig? Kunnen wij ze bepaalde activiteiten aanbieden? En dat, ja, in principe spelen wij ook door met de politie. Met dat wij ja, activiteiten willen gaan doen en dat wij ja, bepaalde zaken ook willen gaan oppakken. Wat ik mooi vind aan onze samenwerking met JOZ is dat zij bijna altijd bereikbaar zijn. Ze werken tot in de late uren 's avonds door. En dat is ook wanneer de jeugd natuurlijk buiten is. Als ik een vermoeden heb dat de jongen aan het afglijden is, dan probeer ik samen met JOZ te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongen niet in de criminele circuit belandt. En daar maken we dan samen een plannetje voor en voeren we dat uit. Ik kom hier vaak in het park omdat hier heel veel verschillende jongeren hangen. We hebben er wat jongere jeugd, de kinderen, die spelen voornamelijk op de speeltoestellen. En de wat ouderen, die komen hier bij elkaar. En nemen plaats op de bank. Wat ze doen is gezellig eten, drinken, praatjes. Ze zoeken elkaar op. En ze maken er ook muziek bij. Een van die muziekjes onder andere drillrap. Onlangs hebben wij een incident gehad in het Nieuwe Westen. Daarbij is een 13-jarige neergestoken door een 15-jarige. En om dat soort dingen te voorkomen, hebben wij in samenwerking met de gemeente deze groep een gebiedsverbod opgelegd. Nou, dat betekent dat een aantal van die jongeren hier niet meer welkom zijn in het park, maar ook niet in de wijk Bospolder. We zijn wel uiteindelijk op zoek om de jongens ook verder te helpen. En dat doen we met het jongerenwerk. We zorgen ervoor dat de jongens een baantje aangeboden krijgen of een studio waarin ze muziek kunnen maken. Maar wel dat het muziek een positieve draai krijgt. Dit was hem. Ik hoop dat jullie hebben kunnen inzien wat mijn werk als jeugdagent inhoudt in het mooie Delfshaven. Later. Ja toch?